Dinesh Parag, de huidige ondervoorzitter van het Nationaal Jeugdparlement, geeft aan dat jongeren met tal van problemen kampen waarvoor er oplossingen nodig zijn. De huidige economische situatie waarin ons land verkeert, biedt deze groep geen toekomstperspectieven, zegt hij. Het is belangrijk en het moet niet worden onderschat dat jongeren de gelegenheid krijgen om zich volledig te ontwikkelen. Er moet absoluut een platform zijn waar jongeren hun mening kunnen geven. Dat is sowieso belangrijk. Waar jongeren zich kunnen uiten, waar jongeren de problemen kunnen aankaarten en waar jongeren kunnen aanvechten om voor hun rechten natuurlijk. Dat moet er sowieso zijn. Kijk, in het verleden hebben we een aantal zaken aangekaart. En natuurlijk begrijp je ook dat de overheid niet alles kan aannemen en oplossing kan brengen. Maar je verwacht wel dat er voor 75% à 90% van de zaken die je hebt aangekaart, dat ze wel luisteren en dat ze oplossing zoeken. Maar de huidige situatie nu, ik denk dat de regering naar niemand luistert. Toch? Er zijn zoveel problemen. Er zijn zelfs niet alleen bij de jongeren. Maar ik bedoel, geheel Suriname worden de problemen aangekaart. Maar je ziet er geen oplossing. Volgens Parag worden jongeren niet geteld door deze regering. En een mogelijke verklaring daarvoor zou een gefragmenteerd jongerenbeleid zijn. Minister Steven McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken gaat hierop in. Voor wat betreft het jeugdbeleid, er zijn stappen gezet om het jeugdbeleid te veranderen. Uiteraard moet je rekening mee houden met het feit dat jeugdbeleid in Suriname altijd sterk gefragmenteerd zal zijn. Omdat er toch wel aspecten daarvan bij diverse ministeries zijn. Onderwijs is het belangrijkste uiteraard. Dat zit bij het ministerie van Onderwijs. Je hebt te maken met sport, dat zit bij ROS. Je hebt te maken met issues die te maken hebben met kinderbescherming, dat zit bij Juspol. En je hebt ook dan een stukje bij AWJ, wat te maken heeft met de vorming, het naleven van kinderrechten en dergelijke. Dus jeugdbeleid is sowieso gefragmenteerd. We hebben het concept van Youth Power geïntroduceerd om toch wel te trachten het enigszins geïntegreerd te laten plaatsvinden. En we hebben wat meetings gehad. Laatst hadden we een interdepartementale commissie die het concept heeft besproken. Maar ook is nagegaan hoe er meer samen opgetrokken kan worden. En binnenkort vinden de online verkiezingen plaats voor het kiezen van leden voor de jeugdraad. Er is hiervoor gekozen omdat dat goedkoper is dan de traditionele manier van stemmen. Parag zelf vindt online stemmen maar niets. Er zijn vragen die ik heb voor mezelf. En dat is natuurlijk, hoe betrouwbaar is het? 1, 2. Ga je alle kinderen de gelegenheid kunnen bieden om te kunnen stemmen? Ik denk maar aan de jongeren in het binnenland, et cetera, et cetera. Dus die vragen zitten wel bij mij. En ik vind het ook een beetje te snel gebeuren dat van direct naar online stemmen stappen. Het zou anders moeten zijn geweest. En ik heb begrepen dat er geen geld is, of dat geld een issue zou zijn om de verkiezingen normaal te laten plaatsvinden of te voltooien. We moeten stoppen om te zeggen dat er geen geld is.